Jullie zijn gewoon moeilijke mensen. Want leraren zijn moeilijke mensen. Je moet eens spreken in de samenleving met schoenverkopers. Als die een leraar op bezoek gaat hebben, dan zijn die gewoon over een toer. Hè? Dat is, ze herkennen leraren. U bent nog geen leraar, dus u bent nog geen moeilijke mens, maar u gaat er wel een worden. Ik weet dat velen van u ook ouders hebben die in het onderwijs staan, dan weten we waarover dat we praten. Hè? Moeilijke mensen. Er waren gisteren 4 mensen die niet aan het opletten waren. En als ik zo een hele zaal zie, ik zie dat onmiddellijk. Ik zie onmiddellijk dat u aan het gsm'en bent. En die 4 mensen heb ik er gisteren ook uitgehaald. Merkwaardig genoeg waren dat docenten. Die vonden dat ze niet moesten meedoen. Dat was iets voor de leerlingen. Wel, dat zegt veel over die docenten. En de vraag die u allemaal krijgt is... Gaat je ze de baas kunnen? Gaat je de leerlingen de baas kunnen? Er is niks zo gemakkelijk als iemand de baas kunnen. Gaan de leerlingen zwijgen? Gaat je ze kunnen doen zwijgen? Er is niks zo gemakkelijk als leerlingen doen zwijgen. Leer ze praten. Leer ze spreken. Leer ze over hun gevoelens iets zeggen. Niks is zo gemakkelijk als kinderen doen zwijgen. Leer ze praten. Als een leraar aan zo'n kind vraagt, schrijf een opstel over jouw dromen. En het kind komt thuis en hij schrijft al zijn dromen op. En hij geeft zijn dromen aan zijn juf. En 3 dagen later krijgt hij zijn opstel terug. En er staat een grote rode cirkel op. Dat woord niet met dt is, maar met een d. Het ging over mijn dromen, juf. Ah, zei de juf. Er was een moeder die mij schreef. Ik heb een kleuter in de 3e kleuterklas. Hij heet Bjorn. En ze waren met de klas naar het springkasteel geweest. En hij komt thuis en hij begint te tekenen. Hij maakt al die schroeven en machines, die pijpen die naar dat springkasteel gaan en die motor. Hij heeft de hele avond getekend. En 2 weken later moest ik naar het oudercontact. En de juf zei, Ulm Bjorn is precies sociaal gestoord. Ja, hoe weet je dat, zei de moeder. Ja, ik ga een voorbeeld geven, zei de juf. We zijn naar het springkasteel geweest. En Ulm Bjorn heeft een hele tijd achter het springkasteel gezeten in plaats van op het springkasteel. De kans dat die een Bjorn een uitvinder wordt is 10 keer groter dan de kiekers die op dat springkasteel hebben staan springen omdat de juf vond dat ze moesten springen. De juf heeft niet gezien dat hij talent heeft voor die ventilatoren en die machines. Ze heeft het niet gezien. Hij is sociaal gestoord. Ik heb eens opgezocht in de kranten wat men over u schrijft. Wat men over toekomstige leraren zegt. 5 dingen. 1. De kwaliteit van de instroom verlaagt. Dat wil in mensentaal zeggen dat u dommer bent, onintelligenter, onverstandiger dan de leraars van vroeger. Dat staat zo in de krant. De instroom verlaagt. Leugens. Als je vraagt aan leraren die meer dan 55 jaar oud zijn in het basisonderwijs, hoeveel jaar zij opleiding hebben gekregen, moet dat eens vragen. Die kwamen uit een normaal school en dan studeert je af op je 18 jaar. Heb je geen extra opleiding gekregen? 0. Toen ik zelf aan de universiteit studeerde en ben ik leraar geworden, ik heb 12 jaar lesgegeven en ik had 20 lessen gekregen over lesgeven. 20. En 1 daarvan was eraan besteed hoe je je krijt moest vasthouden dat het niet zou piepen op het bord. Er is geen enkele generatie geweest tot nu toe die zo goed opgeleid is als jullie. Laat je dus niet wijsmaken dat de vorige generatie verstandiger was. Dat is niet zo. De 2e opmerking die in de kranten staat is... Oh, ze komen zelfs uit de TSO en BSO. U komt uit TSO. Proficiat! Proficiat. Vroeger kwamen alle leraren uit ASO. En 60% van onze leerlingen zit in TSO en BSO. 60%. Voor het eerst gaat er een generatie leraren voor de scholen staan die zelf uit TSO of BSO komen. Die weten waarover het gaat. Dat is uw kracht. 3. Wat ze zeggen in de kranten is... Ze zijn bang. Het is een bange generatie. Ze zijn bang voor de stad. Ze zijn bang voor het vreemde. Ze willen niet in Brussel gaan lesgeven omdat ze schrik hebben dat ze daar verloren lopen of aangevallen worden. En ze willen niks nieuws proberen. Dat
is niet waar. U bent de eerste Facebook-generatie die in staat is om heel Libië en Tunesië en Egypte op zijn kop te zetten. En u zou niet in staat zijn om ons onderwijs te hervormen? Wij geloven in u. U bent de eerste leraren die zelf zijn opgegroeid met internet en gsm. Jij gaat toch niet zeggen dat ze dat niet mogen gebruiken in de scholen? Dit is een ongelooflijke kans die we hebben met onderwijs. Vierde wat ze over jullie zeggen. Ze kiezen voor onderwijs omdat het een gemakkelijk leven is. Ze hebben dan vakantie. Ja, dat zeggen ze over u. Weet u, als we wereldwijd vragen welk beroep maakt mensen het gelukkigst, dan antwoorden in heel de wereld leraren dat ze het gelukkigst zijn van alle beroepen. En de definitie die mij in mijn geluksonderzoek het meest aangesproken heeft over geluk is feeling good while doing good. Als je iets mag doen waarin je je goed voelt, terwijl je ook het goede doet, dan ben je een gelukkige mens. En jullie zijn mensen die een beroep gaan uitoefenen dat een ongelooflijke mogelijkheid is to feel good while you're doing good. En het vijfde wat ze over u zeggen is dat 1 op 3 binnen de 5 jaar uit onderwijs zal vertrekken. Jullie gaan naar de Citibank in plaats van naar de schoolbank. Dat is een ramp. Dat is een ramp. U hebt geïnvesteerd in tijd, energie, examens, bloed, zweet en tranen gelaten om voor onderwijs te gaan kiezen en daar te gaan staan. En binnen 5 jaar gaat 1 op 3 van u weg uit onderwijs. Ik heb dat net tegen de minister gezegd. Dat is toch het ergste wat ons gaat overkomen. U blijft toch, hè? U blijft toch. U gaat toch niet weg. Laat u niet ontgoochelen door die sfeer in het onderwijs en in de scholen. Blijf daar. Verander ons onderwijs. Draag bij tot een nieuw soort onderwijs in plaats van weg te gaan naar een ander beroep. En dan, gaat jij lesgeven aan mensen die in de 22e eeuw gaan leven. U geeft les aan mensen die nu nog niet geboren zijn. Je gaat hen beroepen leren die nu nog niet eens zijn uitgevonden. Wat een ongelooflijke kans is dit. En ofwel voed je je kinderen op nu, dat ze zo door het leven zullen gaan. Ofwel voed je ze op, dat ze met een rechte rug de samenleving zullen aankunnen. Als men wereldwijd aan kinderen vraagt wat het belangrijkste is voor een leraar, dan antwoorden ze, het moet een vakman zijn. Hij moet ons iets kunnen leren. En in tweede plaats, hij moet een mens zijn. Hij moet naar ons kunnen luisteren, begrip opbrengen, rechtvaardig zijn en humor hebben. En dan zeggen leraren, ja, maar daar heb ik allemaal geen tijd voor. Ik moet mijn handboek zien, ik moet mijn leerplan zien, ik moet mijn jaarplan doen. Belachelijk. Hoe kunt je wiskunde geven aan een kind dat er zit aan te denken om zich te krassen in zijn arm of zelfmoord te plegen? En dan focussen op welke bladzijde waren we gekomen. We zullen moeten komen, als we willen dat leerlingen gelukkig zijn, als dat de doelstelling is, gelukkige leerlingen, dan moeten we werken aan gelukkige scholen. En gelukkige scholen zullen er maar zijn als er gelukkige leraren zijn. En ik hoop dat u gelukkige leraren wordt. Mensen die echt gelukkig zijn. En daarvoor moet u in een school terechtkomen die aan 4 voorwaarden voldoet. En dit zijn die 4 voorwaarden voor een gelukkige school. Voor de leraren en voor de leerlingen. 1. Mag ik zijn wie ik ben? 2. Mag ik worden wie ik wil worden? 3. Mag ik samenwerken met andere mensen? En 4. Draagt mijn werk bij tot een zinvol, groter geheel? Dan moet u geen lessen in geluk geven. Dan is elke les een les in geluk. En natuurlijk gaat geen scholen terechtkomen die niet zo'n gelukkige scholen zijn. Verander ze dan! Verander ze dan. Zorg ervoor dat u met uw jonge enthousiasme andere leraren meekrijgt om van stoel te veranderen. Niet om een kleinigheid te veranderen, niet om een prul te veranderen, om fundamenteel te kiezen voor gelukkige kinderen in gelukkige scholen dankzij gelukkige leraren. En dat kunnen wij allemaal. Weet je, een optimist kan je worden. Dat is een keuze. Er kwam een 17-jarige naar mij toe na een lezing en hij zei, meneer Bormans, ze stellen mij altijd de vraag, als je zo 17 jaar bent, wat gaat je later worden? Ik krijg het schema van die vraag. Maar nu weet ik wat ik ga antwoorden. Als ze me nog eens 1 keer vragen wat ik later ga worden, dan antwoord ik word optimist.
Want van u heb ik geleerd dat je dat ook kunt worden. Ik was uitgenodigd op de Nederlandse televisie en ik mocht daar in 30 seconden uitleggen wat mijn tip was om gelukkig te worden. En ik zat een heel programma van een uur, maar ik kreeg ook 25 seconden om in de camera te kijken en te zeggen wat mijn gelukstip was. En dan mochten de kijkers online stemmen. En mijn tip heeft gewonnen. 46% van de stemmen. Zal ik eens zeggen wat ik in 25 seconden gezegd heb? Dan roept u camera loopt. Hè? Camera loopt, moet u zeggen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat er een even sterk verband is tussen roken en longkanker als tussen optimisme en geluk. Wie optimistisch is, wordt gelukkiger. En wie gelukkiger is, is gezonder en succesvoller in sport, wetenschap en vriendschap. Waarop wacht u? Word optimist. Die keuze heb je zelf. Ofwel ga jij kinderen opvoeden die zo naar huis gaan, gebukt door alles wat ze niet kunnen. Ofwel voed je ze op met een droom, met een verlangen, met alles wat mogelijk is. Een pessimist komt verlamd door angst niet eens in beweging. Een optimist ziet alle mogelijkheden aan de einde en ziet dat er van alles mogelijk is. Hij wandelt door een avontuur. En dat hebt u in de hand om dat ook aan kinderen door te geven. Heel veel mensen zijn bang. Bang van de toekomst. We zijn bang van de Chinezen, we zijn bang van de moslims, we zijn bang van de zigeuners, we zijn bang van de staat. En we geven onze angst door aan onze kinderen. Als we nu eens niet zouden kiezen voor angst, maar voor het tegenovergestelde van angst. Weet u wat het tegenovergestelde is van angst? Hoop is de naam van de vogel die begint te fluiten voor het dageraad is, omdat hij weet dat de zon eraan komt. Angst is de naam van de laffe hond die eten krijgt van zij die de baas over ons willen spelen. Als we nu zouden kiezen om onze kinderen niet met angst op te voeden, maar met hoop, niet met pessimisme, maar met optimisme. En dan komt het er niet op aan om alleen maar te informeren. We gaan kinderen ook inspireren. En we gaan hen infospireren. Er is geen informatie zonder inspiratie. Je kunt je hele bord vol schrijven. Als uiteindelijk die leerling niks emotioneels heeft meegemaakt, gaat er niks veranderen. Ik weet zeker dat jij nooit gaat vergeten dat je op het podium van de single hebt gestaan en dat je die 5 manieren waarop ik je in beweging heb gekregen, die gaat je nooit vergeten. Omdat dat een sterke emotionele ervaring is. Ik had ook een slide kunnen tonen met 5 manieren en u had niks onthouden. Het gaat er maar om hoe je mensen gaat infospireren. En u bent met 1000 mensen die op het einde van uw leven meer dan 1 miljoen mensen gaan beïnvloed hebben, ofwel gaan die zo door de samenleving, ofwel gaan ze zo door de samenleving. U hebt dat in uw hand. En dan past u toe wat we weten over onderwijs en opvoeding. U geeft richting en ruimte aan de mensen.